Je hebt dus het mbo-traject, je hebt natuurlijk ook een hbo-traject. En we gaan zwaar naar de bouw en technici, tekenen en constructie. Mag ik naar voren? Je hebt het ook alweer gezet. Oké. Mag ik naar voren? Ik oefen op die namen. Oké. Hazem, Caroline, Chantal en Dania, kom naar voren alsjeblieft. Kom erbij. Wel, Lucas, hi. Hallo. Hi. Hallo. Hallo. Goed, ik ga even heel... Kom. Wat is een soort van standaard naar achter, hebben jullie? Dania, vertel even. Ik ga even zeggen wat hier staat, en jij zeggen of het klopt. Hè? Hier staat dat jij als technisch tekenaar een leerweg trekt bij Van Rossum. En ook nog een keer BMM-modelleur aan de BM... BM... BIM. Wat is BIM? Wat is dat? Het is bouwinformatie... Model. Bouwinformatiemodel. Ah ja. Nee, maar nu is het duidelijk. Bouwinformatiemodel, technisch tekenaar bij Barossen BV. Oké. Heel eventjes voor de simpele mensen onder ons. Wat doe je eigenlijk? Wat gaat je opleiding jou uiteindelijk brengen? Wie word jij dan? BIM-modeller. Oké, okay, helder. En dan nog simpeler, wat doe je dan precies? Maak je programma's? Teken je gebouwen? Hoe moet ik mij dat inbeelden? Ja, de constructie van die gebouwen tekenen en koppelen aan die architectmodellen en installateurmodellen en andere partijen dan van het project. Oké, kijk, voilà. Nu ben ik mee. Dus eigenlijk zorg jij dat het goed komt. Ja. Voilà. Oké, dan weten we het, Fantastisch. En je zit dus in een... En wat is Van Rossum BV? Want daar zit je ook bij. Wat doen zij? Ze zijn raadgevende ingenieursbureau. Ze zijn bezig met een constructiebureau. En daar heb je dat traject bij. Wanneer ben je afgestudeerd? Wanneer ben je klaar met je hele BIM-studie? Ja, nog dit jaar. Dus in juli. Ja. En dan? En dan ben ik officieel BIM-modelleur. Ja. En dan ga je werken? Waar zou je graag werken? Nee, ik werk al. En dan is als je afgestudeerd hebt, blij gaat het werk gewoon door? Ja, ik werk al 6 maanden nu. En na 6 maanden ook heb ik net gehoord dat ik ga een onbepaalde contract krijgen. Ja. Nee, maar... Ik probeer dit brugje te maken, zodat je dat nieuws kunt doen, maar de tekening van de brug was nog niet goed gedaan van mij. Oké, goed. Dag Caroline. Vertel even, want jullie werken dan samen, mag ik het zo zeggen? Ja. Toch? Hoe ging dat in zijn werk? Dus jullie kregen een telefoon van het UAF of een mail of is dat een brief? Of hoe doen ze dat precies? Nou, eigenlijk een collega, zijn dochter, die deed vluchtelingenwerk. Die had een andere collega ook bij ons. Of die eventueel stage kon lopen bij ons. En zo is onze relatie ontstaan met UAF. En toen, dan komt ze en dan? Ja, dat was toen nog iemand anders. Die werkte ook bij ons. Nou, dat was de eerste kandidaat. En Dania is eigenlijk onze tweede kandidaat. Ja. Toen hebben we een meeting of zo'n matchings-event gedaan. Interviews gehouden. Is op sollicitatiegesprek geweest nog. Ja, en toen is ze gaan starten. En je hebt daar een vast contract voor onbepaalde tijd aangeboden. Omdat ze zo goed is of omdat je denkt van... Ze heeft... Ja, tuurlijk. Ja, ik zou niet weten wat de andere reden is. Dus dan... Het is niet anders dan de andere collega's, ja. Maar is het... Want dat vind ik wel... Want het is natuurlijk fantastisch. Maar wat is er wel anders? Wat scheelt anders? Want je moet natuurlijk... Duk aan die zei, het is gewoon 100% hetzelfde. Ik heb die vraag... heb ik over nagedacht. Want ik kreeg het natuurlijk van tevoren. En... Ja, sorry. Ja. Maar... Weet je wat de ironie is? Ik heb die vragen niet gehad. Dus ik weet niet wat er soort van... Nou, oké, goed. Ja. We ervaren het als Van Rossum niet als anders. Want onze organisatie is gewend om met andere culturen te werken. Je gaat gewoon een sollicitatiegesprek aan. Dus we ervaren het niet als iets bijzonders. Nou, ik denk dat dat eigenlijk het beste is wat je kunt doen. Het niet als iets bijzonders ervaren. Dus normaal, dus we gaan gewoon... Doen. Rotterdam, dat zie je duidelijk. Oké, goed. En dan Chantal, je bent van de academie. Jullie begeleiden de studenten, zeg maar, en ook het traject. Hoe gaat dat in zijn werk?
Nou, we zijn dus benaderd door UAF om samen te werken. Dus wij doen het opleidingsgedeelte. We hebben 2-jarige hbo-opleidingen, de AD's. Dat is in jouw land heet het dan weer anders, maar dat leg ik dadelijk wel uit. Komt goed. In ieder geval, dus de studenten komen bij ons binnen en we zorgen eerst voor een voortraject. Dus dat studenten ook echt goed voorbereid zijn op wat er gaat komen. En dan gezamenlijk met UAF zorgen voor matchings met bedrijven. En sommige studenten hebben gelijk een vaste baan, zoals Hazem. Vast, in ieder geval gelijk had je een baan, hè? Dus dat ging hartstikke goed. En Dania die heeft zich eerst 6 maanden bewezen en kreeg toen echt de echte baan. En ja, dat werkt natuurlijk fantastisch. Dat we studenten hebben die soms pas 3 jaar in Nederland zijn en al gelijk kunnen participeren in het arbeidsproces en eigenlijk op eigen niveau aan de slag kunnen. En ja, daar werken we heel graag aan mee. Heb je het gevoel dat de bouw en de technische wereld ook iets makkelijker is om in te stromen dan bijvoorbeeld andere sectoren? Of is dat, ben ik nu iets aan Noosland zeggen? Ik kreeg een blik van jou. Mijn ex had ook van die blik. Ik vond altijd heel heftig. Nou, de bouwwereld kan vrij conservatief zijn, maar gelukkig hebben we voldoende bedrijven gevonden die wel echt openstaan voor statushouders. En ja, dat zijn er steeds meer, want bedrijven zien ook van elkaar van hey, dit zijn gewoon fantastische mensen, we willen ze juist hebben. En in Nederland staan we te springen om mensen die heel goed zijn in de technische sector en in de bouwsector. Dus we merken dat langzamerhand iedereen steeds enthousiaster wordt. En dan neem ik gewoon Dania en Hazem mee naar zo'n bijeenkomst en dan denkt iedereen van wauw, ja die mensen willen wij ook. Dat snap ik. Ja. Fantastisch, supergoed. Ik ga even... Ja, hè? Zo zeg. Ja, ik ga echt moeten op tijd gaan slapen hierna. Ze maken me altijd verlegen, die vrouwen. Joh. Waarom maak je me altijd verlegen? Wat is dat nu hier? Ja, sorry hoor. Maar Hazem, proficiat, je kreeg gelijk een baan enzovoort. Mensen stonden zelfs te springen. Vond je dat niet raar dat je zo in een vergadering komt en iedereen is aan het springen? Waar gaat het over? Ja, dat ze... Zij zegt, iedereen was aan het springen om mensen, om goede mensen. En jij kreeg gelijk een baan. Hoe ging dat dan? Ik heb me goed gespeeched, denk ik. Goede speech? Ja, ik was eerlijk gezegd. Ik ben afgestudeerd in Syrië en ik heb geen ervaring in Nederlands. Ik heb alleen maar enthousiasme mee en mijn passie mee. En dat zullen jullie straks zien als jullie mee aannemen. Dus het lukt het, gelukkig. Ja, enthousiasme en passie, dat is al supergoed natuurlijk. Hè? Hoeveel Nederlandse medewerkers komen binnen en zeggen, ik heb enthousiasme en passie mee. Ik weet het niet, want ik heb geen bouwbedrijf. Zeg, en Hazem, bij wie werk jij nu? Ik werk bij Visser & Smit Hanap. En wat doe je daar? Ik ben bij de constructorenteam aangesloten, 2 maanden geleden. Ik begon als een technisch ontwerper, maar toen ik afgestudeerd met de AD-opleiding, ben ik aangesloten bij de constructorenteam om meer aan het berekenen en zo soort dingen te doen. En bevalt het jou? Heel veel. Ja. En wat is jouw droom? Heb je zoiets van, ik wil daarin verder of ik wil nog een volgende stap zetten in die bouwwereld? Stel nu dat alles zou kunnen, wat zou je graag willen worden of doen? Ja, ik zie me misschien na 10 jaar als een senior constructeur of zo in Nederlands. Misschien na 20 jaar een hoofdconstructeur ook. Ja, je mag zeker blijven. Enthousiasme en passie en dromen, dat moet je doen, toch? Hoofdconstructeur. Dames en heren, hij wordt hoofdconstructeur. Superleuk om te horen. Voilà. Gewoon doen. Geef ze alle 4 een applaus, dankjewel.